Haastige Yin heeft weinig zin. En toch wordt dit een korte sessie. In alle rust, wel te verstaan. De houdingen iets korter dan normaal. Dus laten we snel beginnen. En mediteren doen we natuurlijk ook, hoort er helemaal bij. Dus kijk naar een punt voor je of je sluit je ogen. Nadat je het jezelf gemakkelijk hebt gemaakt natuurlijk. Je mag ook gewoon lekker gaan liggen, whatever you like. En dan leg je je handen op je knieën, open of gesloten, of in je schoot en je ademt een paar keer diep in en uit. Adem in door je neus en uit door je mond. En terwijl je uitademt, probeer je buikspieren helemaal in te trekken, zodat je al je lucht uit je longen wordt geperst vanuit je middenrif. Dus trek in die buik, breng je buik helemaal naar je ruggenwervel, voordat je weer inademt. Dus echt gewoon even helemaal lekker die longen schoonmaken. En dan keer je terug naar je eigen natuurlijke ademhaling. Ademend in en uit door je neus. En je hoeft daar helemaal niets aan te doen, niets aan te veranderen. Je ademhaling gaat altijd automatisch. En nu als je inademt, volgt ineens die hele ademstroom diep naar beneden toe, diep tot in je onderbuik. Ook al komt hij niet zo ver, dat geeft allemaal niks. Adem lekker door, tot helemaal onderin. En als je uitademt, dan volg je die hele ademstroom weer naar buiten toe. En breng dan je aandacht naar beneden, naar het contact wat je maakt met de aarde. Zittend of liggend op je mat of een kussen. Stel je dan voor dat je een lijntje legt met moeder aarde. Vanuit je perineum, vanuit je eerste chakra, laat je een lijntje zakken diep in de grond. Dat kan een touwtje zijn of een antenne of wortels van een boom. En kijk maar hoe diep ze gaan of hoe breed ze groeien. Gewoon wat er op dit moment natuurlijk gebeurt. Heel goed. En merk dan eens op of nu ook het contact is veranderd. Zat je eerst nog gewoon op de grond en misschien heb je nu echt wel wat dieper contact. Merk dat je onderlijf wat zwaarder wordt. Alsof de aarde heel zacht is, rubberachtig en je er een klein beetje in verdwijnt. Denk aan zo'n memory foam matras die jouw houding aanneemt, jouw gewicht verdeelt. En zo zit je op de aarde. Je voelt hoe je billen contact maken met de aarde.
En je bovenbenen en je knieën. Je onderbenen, misschien je kuiten als je ligt of je schenen als je zit. En je voeten, je wreef of je hak. En je tenen. En je mag je gerust gedragen voelen door Moeder Aarde. Dat je niet er alleen voor staat. Dat je altijd de basis hebt, de kracht krijgt van Moeder Aarde. Blijf met je aandacht bij dat deel voor een paar momenten. Breng dan je aandacht weer terug naar de ruimte waarin je je bevindt. Langzaam open je ogen, maar je houdt je aandacht bij jezelf. Merk dan eens op of je nu ook daadwerkelijk gedragen voelt. Of je steviger contact hebt. Of je aandacht en je energie een beetje is gezakt. En zo niet. Maak je geen zorgen, alles is goed zoals het is. Eerste houding. Als je moeite hebt met het kantelen van je heup, dan kan je er, van je bekken, dan kan je altijd een dekentje of een kussen net zo onder je sacrum, hoe heet dat ding, zetten, zodat je goed voorover kunt buigen. Strek je benen voor je uit. Voel je zitbotjes misschien even wat vlees weghalen. En als je inademt, maak jezelf even lang. Inademen door je neus. En als je uitademt, loop je naar voren toe. Maar let op, niet te ver. Dus het moment dat je eigenlijk al een eerste sensatie krijgt in je lichaam. Dat kan overal zijn. In je rug, in je knieholtes of misschien in je tenen, dan blijf je daar. En daar probeer je de ontspanning te vinden. Dus logischerwijs kan dat alleen maar als je niet te diep gaat. Want als je te diep gaat, heb je meteen zoveel spanning in je lijf, dat het gewoon heel lastig wordt om die ontspanning te vinden. Kies dan waar jij je aandacht naartoe wil brengen. Het is een hele aardende houding. Dus je kunt nog eventjes in de lijn van de meditatie doorgaan. En je daarop focussen. Maar je kunt ook naar die plek, dat plek in je lichaam gaan dat om jouw aandacht vraagt. En daar proberen het wat zachter te maken. Thank you.
de zwaartekracht naartoe. Als het oké is voor je nek. Adem hem diep in en kom hem langzaam uit de houding. Misschien wil je handen achter je neerzetten, een beetje bewegen of stilzitten. Voel maar wat op dit moment voor jou oké is. Heel belangrijk navoelen, net zo belangrijk als de houding. En voor de volgende houding komen we in een hertachtige positie. Leg je rechterbeen naast je nier. Je kunt hem een beetje zeg maar openen, of dat voor jou prettig is. Vloer is het niet zo prettig. Zo. En dan buig je je linkerknie, breng je je linkervoet naar je rechterknie toe. Ook wel lekker voelen. Maar misschien is het gewoon super soepel in je heupen. En dan kom je langzaam naar voren. Je brengt je linkerschouder naar je linkerknie en dan ga je lekker zeg maar in. Liggen. En dan mag je een beetje mee heen en weer fiedelen. Misschien wil je linkervoet iets verder naar voren leggen. Of nog iets meer, zeg maar, je bovenlichaam openen. Nou, je rechterbeen iets verder naar achteren. Dus ga er maar een beetje mee stoeien. En je rechterarm, die mag je gewoon ergens neerleggen. Je mag hem ook over je rug heen leggen, zodat je een klein beetje een twist hebt. Als je nekken toelaat, laat hem hangen. En anders kan je er misschien een kussen onder leggen, zodat je daar lekker op kunt liggen. Dus doe wat voor jou goed voelt. En geen enkele manier is verkeerd. Jij bent de enige die kan bepalen hoe het voor jou voelt, of het voor jou oké is. Als je nek kunt laten hangen, doe dat vooral. Heerlijk, een beetje spanning uit die nek. Je kunt hem eventueel heel langzaam een beetje heen en weer bewegen. Houd het zacht voor jezelf.
Breng dan je rechterhand. Zet hem recht voor je op de mat. Adem in. En kom langzaam overeind. Tot zit of ga liggen. Maar voel na. Voel wat er gebeurt nu direct. Nu de spanning weer van dat lichaamsdeel afhaalt waar je aandacht had. Wat gebeurt er dan? Misschien voel je wat beweging. Dat kan overal zijn, in je nek of in je benen, in je rug, in je schouder. Merk het verschil op tussen links en rechts. En ook als je niets merkt, breng je aandacht dan afwisselend van links naar de rechterkant van je lichaam. Andere kant. Je linkerbeen leg je naast je knie zo ver mogelijk af laten zakken dan het comfortabel is. Dus maar net hoe flexibel je bent in je heupen. En dan je rechtervoet breng je naar je linkerknie. Of je schuift hem ook een stukje naar voren. En geen kant is hetzelfde. Dus wat aan de ene kant mogelijk is, is aan de andere kant weer totaal anders. En dan vervolgens breng je je rechterschouder weer richting je rechterknie. Kleine twist erin. Met je linkerarm doe je maar waar je zin in hebt. En wederom als je nek het toestaat, dan laat je hem lekker hangen. Belangrijk dat je nooit pijn hebt. Dus als je bijvoorbeeld last van je schouders hebt, of een shoulder of iets dergelijks, verander dan iets in de houding of kom er gewoon helemaal uit. Dus zorg altijd goed voor jezelf. Jij weet het beste, van binnen weet je dat echt, hoe je dat het beste kunt doen. En langzaam kom je weer omhoog. Tot zit, lig. En voel weer. Misschien wil je wat bewegen, misschien ook niet. Het is allemaal goed.
Merk het verschil weer eens op tussen de linker en de rechterzijde van je lichaam. En dan kom je zitten op je hielen. En dan spreid je je knieën en je voeten. En langzaam zo waggel je een beetje heen en weer om te kijken of je dan ook langzaam op de grond kunt komen. En zo niet. Niks aan de hand. Dan pak je gewoon een kussen. En ga je daarop zitten. Of bijvoorbeeld een blok, als je toch ietsje lager kunt komen. Ga je op een blok zitten. Je kuiten doe je iets uit elkaar. Maar misschien kan je ook gewoon tussen je benen in zitten. Je enkels kan je zeg maar gewoon gestrekt houden. Als het een beetje pijnlijk is, dan kan je ook kantelen. Of je legt er wat onder, een dekentje bijvoorbeeld. En voel dan maar eens hoe dat zit. Als je ruimte genoeg hebt, dan kom je langzaam naar achteren. Begin maar eens met je handen achter je neer te zetten. Voel maar eens hoe dat is. Misschien voel je al wat meer spanning hier of daar. Let goed op je knieën. Je knieën mag je nooit pijn voelen. Want dan moet je echt iets veranderen in de houding. Überhaupt in je hele lijf. Geen pijn. Pijn is niet fijn. Pijn is niet oké. Dus je weet, je bent altijd zacht voor jezelf. Misschien kan je zelf op je ellebogen komen. Als je dan toch bezig bent. Kan je misschien wel een bolster tegen je aanleggen in je rug. Misschien nog een verhoging, voor mij wel. Dan kan je langzaam gaan liggen. Dus voel maar wat mogelijk is. Je kunt ook hier beginnen en dan op een gegeven moment langzaam op je ellebogen komen. Ga dan met je aandacht naar dat punt wat jouw aandacht vraagt. Gewoon door daar aanwezig te zijn, maak je dat hele gebied al zachter. En als je gedachten wegfladderen, dan is dat helemaal oké. Je merkt het gewoon op en keert weer terug naar je lichaam. Als je knieën nu een beetje in de lucht hangen, dan is dat niet erg. Dat betekent die spanning in je bovenbenen, zolang je maar geen pijn in hebt. Dan heel langzaam, naarmate je meer ontspant, komen ze wel iets dichter bij de vloer. Maar mocht het toch niet prettig voor je zijn, dan kan je altijd onder je knieën ondersteunen. Ondersteuning leggen.
diep in. En uit. En bij je volgende inademing plaats je ellebogen op de mat. En kom je heel langzaam, voorzichtig weer omhoog. En uit de houding. En voel na. Ga maar lekker. Lekker liggen. Het is best wel een heftige houding dit. Heel intens. Misschien is het voor jou wel peanuts. Over het algemeen heeft deze wel aardig impact. Dus neem altijd je tijd om je bindweefsel weer een beetje bij te laten komen. Je brengt er natuurlijk best wel rek op. Dus je zet het onder spanning. Op het moment dat je dat loslaat, heeft het gewoon weer eventjes tijd nodig om zijn originele kracht en sterkte zeg maar, ook weer terug te vinden. Dus ga na een yin-sessie ook geen gewicht heffen en zo. Of zware boodschappen tassen tillen. Oké, gaan we nog een twist doen. Beide benen in de lucht. Misschien wil je een kussentje naast je leggen trouwens. Of andere ondersteuning. Beide benen in de lucht. En dan spreid je je armen. En dan heel langzaam. Dus gebruik je buikspieren. Doen we dat ook nog even. Heel langzaam laat je benen zakken. Richting de vloer, het mat. En probeer beide schouders op de mat te houden. Dus dat betekent dat je dan wat ondersteuning nodig hebt. Swa et biso. Je mag je knieën, mag je buigen, maar je mag je benen ook recht neerleggen. Zoek voor jou een aantrekkelijke houding. Als je wilt mag je je hoofd naar rechts draaien. Je kunt bijvoorbeeld ook een kussentje tussen je beide knieën leggen. Dus voel heel goed. Ik kan niet zeggen wat voor jou oké is op dit moment. Probeer het zelf in je eigen lichaam aan te voelen. En dat is ook het mooie van yin. Je wordt gedwongen naar je lijf te gaan. Dus uit je hoofd. In je lichaam. Dus je gebruikt je lichaam ook niet om in de houding te komen. Maar je gebruikt de houding om in je lijf te komen. Hoe mooi is dat? Ja. En probeer te ontspannen. Bij elke uitademing laat je weer een beetje spanning los. Je hebt zo'n mooie connectie gemaakt met Moeder Aarde. Die spanning laat je gaan door de connectie die je met Moeder Aarde hebt gemaakt. Of je ademt hem uit. Ja, dan zijn 2 minuutjes maar kort. Draai je hoofd naar het midden. Breng je armen terug naar je bovenlichaam.
gebruik je buikspieren en je core om weer op je rug te draaien. En voel. Misschien merk je een verschil tussen de linker en de rechterzijde van je lichaam. Nou, eens kijken of we dat weer in balans kunnen brengen. We gaan naar de andere kant. Je benen de lucht in. En misschien wil je kussentje wisselen. Spreid je armen en dan langzaam gebruik je buikspieren. Zak je naar de rechterkant van de vloer. Beide schouders hou je op de mat. Misschien kan je het een beetje ondersteunen als het te lastig is. Als je wilt kan je je hoofd draaien naar de linkerzijde. Voor een diepere spanning. Op je bindweefsel kan je ook je linkerarm achter je hoofd neerleggen. Adem naar die plek waar je spanning voelt in je lijf. En adem dan de spanning uit. Die er tegenkomt. Of laat hem afvloeien in de aarde. Rol dan je hoofd weer naar het midden. Gevolgd door je armen terug naar je bovenlijf en gebruik je buikspieren om weer veilig op je rug te rollen. En nu het toch hier lekker ligt, bereid je dan voor op de ontspanning. Misschien wil je een dekentje, misschien wil je lekker kussen onder je knieën of kussentje onder. Hoofd. Voel maar wat fijn is. Je benen iets wijder dan heupwijdte. En je handen open. Het gewicht van je hoofd
op de aarde. Je schouders. En laat nog maar spanning los. Laat maar gaan als je daar nog opmerkt. De rest van je rug. Je heupen. Je billen. Je benen, je voeten, je armen. Haal dan weer even het beeld van de memory foam in gedachten. Het matras dat zich naar jouw vormen vormt. Stel je voor dat je er heerlijk in wegzinkt. Adem dan weer diep in en uit. Maak je lichaam langzaam wakker. Neem je tijd om weer te komen tot zit. Kom dan even zitten. En dan sluiten we af met 3 om's. Om mee of luister. Adem in.
Wat fijn dat je de tijd voor jezelf hebt genomen. Dankjewel. Als je nog niet hebt geabonneerd, dan kan dat nu. Dankjewel daarvoor. Graag tot de volgende keer. Doeg!